Bij artrose zijn uw gewrichten niet echt versleten, maar er is wel iets veranderd. Een gewricht verbindt twee botten met elkaar. En op de uiteinden van die botten zit een laagje kraakbeen. Dat kraakbeen is heel glad, zodat de gewrichten makkelijk kunnen buigen, draaien en strekken. Bij artrose is het kraakbeen dunner geworden. Het laagje kraakbeen is niet meer zo glad, maar onregelmatig en daardoor beweegt het gewricht minder gemakkelijk. Het gewricht kan pijnlijk en stijf worden. Artrose komt vooral voor in de heupen, de knieën, onderaan de duim en aan de uiteinden van de vingers. Meestal blijft artrose beperkt tot één of een paar gewrichten. De klachten zijn het ergst als u het gewricht een tijdje niet heeft bewogen, zoals 's ochtends als u opstaat. De stijfheid en gevoeligheid worden juist weer minder als u het gewricht een tijdje beweegt. Ook is beweging belangrijk om de klachten te verminderen. Zo geven fietsen en wandelen de spieren rond de heup, knie, enkel en voet stevigheid. De pijn kan daardoor minder worden. En heeft u overgewicht, probeer dan om af te vallen. Dragende gewrichten hebben dan minder zwaar en worden minder pijnlijk. Gebruik zo nodig een wandelstok als u klachten heeft door artrose van de knie of de heup. Wanneer u veel pijn heeft, kunt u het gewricht een tijdje rust geven door bijvoorbeeld uw been hoog te leggen. Maar zorg er dan wel voor dat u het gevoelige gewricht zo nu en dan beweegt, want anders wordt het weer stijf. Koude of warme compressen kunnen de pijn soms ook wat verminderen. Maar u moet natuurlijk zelf proberen wat u het prettigst vindt.